Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Zondag 10 september organiseert gemeentekoor Canzoni na een aantal jaren weer een korendag. Een grote groep enthousiaste koren is bereid om belangeloos mee te werken aan dit festijn. Dit jaar maken zij opnieuw deel uit van de kunst- en monumentenroute van de gemeente Moerdijk. Iedereen die deze route fietst of loopt, kan gratis in- en uitlopen. Het muzikale programma bestaat uit musical medleys, popsongs, meezingers en ook enkele klassieke werken. Speciaal voor deze korendag is de Bartholomeuskerk veranderd in een concertzaal. Daar kunt u genieten van en luisteren naar Popcore Switch uit Ter Heide, Canzoni, Maades Mannenkoor en het vrouwenkoor Amor Musia uit Maden. Meer informatie is te vinden op de website www.cultuurmoerdijk.nl. En 19 augustus was er weer Wailand Outdoor, de zomereditie van Wailand Festival, voorheen Sensation Wailand. Dit jaar was het thema altijd carnaval. Dit keer geen dresscode, maar iedere feestvierder weet toch wel wat hij dan aan moet trekken. Tijdens dit gigantische feest konden de bezoekers genieten van onder andere Prins Jack de 69ste, beter bekend als Vieze Jack, Prinses Suzanne met dansmariekes van Dansschool Fuse, het feestteam, Johnny Golden en nog vele anderen hebben de hut grandioos verbouwd. Voor volgend jaar staat er wederom een zomereditie op het programma. Fietst u langs de 6 plekken in de gemeente Drimmelen waar de inwoners worden. Bij iedere plek is het verhaal van een inwoner. Het is een mooie route die u langs alle dorpen brengt. De route bestaat al wat langer, maar is onlangs vanuit de VVV Biesbosch Drimmelen in een nieuw jasje gestoken. De route is verkrijgbaar bij de VVV Biesbosch Drimmelen en binnenkort ook te downloaden via de website. Ook andere leuke uitjes vindt u op die website www.vvvbiesbosdrimmelen.nl. De gemeente Drimmelen zet zich in voor een mooie, gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven. Het huidige beleidsplan wordt in 2024 aangepast. Om tot een nieuw beleid te komen, wil de gemeente informatie verzamelen van de inwoners van de gemeente Drimmelen over wat u belangrijk vindt op het gebied van toezicht en handhaving in uw woonplaats. Wilt u meedenken? Vul dan de vragenlijst in op wijzijndrimmelen.nl. Op dit moment wordt gewerkt aan de dijkverbetering langs de Mark. Vanwege deze dijkverbetering moeten er helaas bomen worden gekapt. In totaal is voor 46 bomen vergunning aangevraagd. Van deze bomen staan er 31 binnen of op 6 meter van het hart van de waterkering en vormen hierdoor een gevaar voor de stabiliteit van deze dijk. Sommige bomen kunnen negatief beïnvloed worden door de werkzaamheden. Deze worden pas gekapt op het moment dat dit vanuit de werkzaamheden noodzakelijk blijkt. De gemeente heeft ter compensatie een herplantverplichting opgenomen van tenminste 45 bomen. Om de Zeggelaan in Ter Heide fietsveiliger te maken, moeten er ook bomen worden gekapt. Maximaal 39 bomen kunnen niet behouden worden op de huidige locatie. 4 van deze bomen worden verplant in de nabijheid van de huidige locatie. Voor de overige 35 bomen geldt dat deze door de toekomstige inrichting en daaraan voorafgaande werkzaamheden niet duurzaam te behouden zijn. Ook hiervoor is een herplantverplichting opgenomen van tenminste 35 bomen. Naast de compensatie in de vorm van bomen wordt ook gekeken of met het aanbrengen van beplanting de groenstructuur van de Zeggelaan kan worden verbeterd. Het was afgelopen weer feest voor vele kinderen uit onze gemeente. Jaarlijks, in de laatste week van de schoolvakantie, staan de Summer Sports Week maanden
en de Koertje Summer Games ter Heide weer op het programma. Een week vol sport, spel, plezier en ontmoetingen. De kinderen genoten volop van de activiteiten, zoals zwemmen, voetballen, picknicken, springkussens en nog heel veel andere leuke activiteiten. Dankzij de organisatie, sponsoren en de vele vrijwilligers was het dit jaar ook weer een fantastisch slot van de vakantie. Binnenkort ziet hier bij Omroep Drimmelen de videoverslagen van. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. En u kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En we zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!